Het begon allemaal op een koude dag, begin januari. Ik kreeg een kaart van Van Kooten uit Tirol, dat hij was ingesneeuwd en een week later van de wintersportvakantie zou terugkeren. Ik kreeg dus ook een week extra vakantie. Een week vrij. Dat kwam er eigenlijk wel goed uit. Want nu had ik eindelijk de tijd om mee te doen aan een door de Raad van Europa opgezet concours. Het schrijven van een rockmusical. Omdat 1985 het jaar van de muziek en het jaar van de jongeren is. Toen mijn ideeënstroom even stokte, besloot ik langs de kiosk te lopen om te zien of ik daar wat inspiratie kon opdoen. Hey, kijk nou eens wie wij daar hebben. Mijn heer de Bie, het doet mij werkelijk een groot genoegen u hier te zien. Mag ik vragen, meneer de Bie, hoe het is gesteld met u en de uwen? Goed, uitstekend, dank u wel. Dat doet dank mij u. Plezier om dat te horen. Hoor, meneer de Bie. Fijn, leuk. Leuk. Hoe is het met u? Met mij is, alles voor elkaar? Met mij gaat alles wel naar wens, meneer de Bie. Fijn. Maar helaas, met mijn familie houdt het niet over. Ach jee, ach nee, jee. Dat is wacht even. Dat is meneer Patuk. Patuk was het. Het is bijna goed, meneer de Bie. Ja. Dat is meneer Pamuk, hè? Juist, weet meneer u nog? Pamuk. Pamuk, niet Patuk. Ahmed Pamuk. Weer bijna goed, meneer de Bie. Ja, wat? Mehmet Pamuk. Mehmet Pamuk. Weet u nog wel? Ja. Mehmet Pamuk. Het is alweer een jaar geleden, meneer Pamuk. Geleden. Ja, maar ik heb er net de Turkse kranten gekocht. Ach, en nu allemaal platen van de muziek. Meneer Mehmet Pamuk, werkzaam als schoonmaker in de tv-studio's, had vorig jaar een keer meegespeeld in een van onze programma's, in een sketch over taalproblemen tussen Nederlanders en etnische minderheden. En wij waren uit elkaar gegaan met de belofte dat we contact zouden houden. Maar ja, hoe gaan die dingen? Maar ik zou daar, als het niet te brutaal is, meneer de Bie, tenminste, graag nog een keer wat uitgebreider met u over praten. Dat is uitstekend. Kan dat? Ja, ik heb het momenteel natuurlijk erg druk. Ja. En ik ben er nu, dus ik zou zeggen... Oh, wat een mooie huis, meneer de Bie. Ja. Ach ja. Maar u maakt nog steeds de programma's voor de televisie van de vrijzinnig protestantse radio-omroep. Ja, heel goed, heel goed voor de VPRO. Weet ja, nog, hoor. En met de meneer Van Kooten? Ja, die is er ook dat nog altijd bij. Ja, die is er nog altijd bij, natuurlijk. Hij is momenteel ingesneeuwd. Ach, dus jeetje, kleine stagnatie op de wintersport. Oh, gelukkig. Ja. Ik schrok mij erop. Dus ik heb het nu dubbel zo druk, hè? Dat begrijp ik. Ja. Nou, mijn heer de Bie, dan kom ik toch een ander keertje. Doet u dat. Hè? Leuk. Dan praten wij hier nog eens over. Fijn. Over deze dingen. Goed. Nou, ik zou zeggen, het was mij zeer tot mijn genoegen u weer gezien te hebben in goede welstand en gezondheid, meneer de Bie. Ik vond het heel leuk u weer ontmoet te hebben. Leuk. Goed. Fijn dag, tot mijn ziens, heer de Bie. Hè? Bedankt voor uw... Meneer Puk. Aardigheid. Ja. Goed. Tot ziens, hè? Ja, meneer de Bie. Dag, meneer de Bie. Drie dagen later had ik een thema te pakken dat een lijn zou kunnen zijn voor mijn Europese rockmusical. Het zou in grote trekken moeten gaan over het verlies van de eigen Europese identiteit,
onder invloed van de Amerikaanse culturele pressie op ieder gebied. Een vlammende aanklacht tegen het artistieke imperialisme. Dat moest het worden. Hallo. Hallo? Hallo? Heb ik het genoegen te spreken met mijn heer Debbie? Ja, daar spreekt u mee. Mijn heer Debbie, u spreekt met Mehmet Pamuk. Ik sta hier in een cel, meneer Debbie. Ah. Gelukkig is het een telefooncel, meneer Debbie. Meneer Pamuk, ja, u komt nu toch een tikkeltje ongelegen, hoor. Mijn heer Debbie, ik zou nog een keer een praatje met u mogen maken, had u gezegd. Ja, dat is waar, maar vandaag komt het wat ongelukkig uit, moet ik u zeggen. Dan misschien de dag van morgen, mijn heer Debbie? Ja, dat is moeilijk te overzien. Ik zou zeggen, probeert u het nog eens een ander keertje, hè? Dan maken wij een ander keer een praatje, mijn heer Debbie, zou ik zeggen. Dag, mijn heer Debbie. Dag, meneer Mapuk. Pamuk. Daar.